En de fractie van de NDP binnen het parlement heeft een openbare vergadering aangevraagd voor de dringende situatie binnen de rijstsector in Nikeri. NDP-fractieleider Rabinder Permeser herinnerde DNA-voorzitter Marinus B. vandaag tijdens een openbare vergadering aan deze brief die voor deze vergadering is gestuurd naar de leiding van het college. Permeser ziet graag dat er zo snel mogelijk een openbare vergadering omtrent deze kwestie wordt uitgeschreven. Want vele honderden mensen zitten in een alarmerende situatie en dan kunnen wij als volksvertegenwoordiger niet zomaar voorbij gaan tegen die achtergrond. Doe een dringend beroep op u, voorzitter. AUB. Goed, dank u. Ik heb die brief nog formeel niet ontvangen, maar zolang ik het heb, ga ik het daarop reageren. De rijstboeren waren gisteren in Paramaribo om met president Chandrika Prasad Santokhi te praten over oplossingen voor de problemen.